missen. We gaan het vandaag even iets anders doen, want er is ophef ontstaan en daar gaan wij het eens even uitgebreid over hebben. Elite-racisme, zo noemde AD-columnist Özkan Aykül de database van de NOS, waarin experts een etiket divers opgeplakt kunnen krijgen. Het is een van de vele kritische reacties op de manier waarop de NOS diversiteit in haar programma wil bevorderen. Er is dus een database, maar er is ook een bokaal die je kunt verdienen als je meewerkt aan diversiteit in het programma. En Geen Stijl bracht het naar buiten en noemde het dat een feit dat dat is uitgelekt. Nou, het roept in ieder geval heel veel vragen op en heel veel reacties. En daarom zijn er twee mensen in de studio. Naast Mark Koster, fijn dat je er bent, Mark. NOS Nieuws hoofdredacteur Marcel Geloof, hartelijk welkom. Goedemiddag. En VVD-Kamerlid Zoher El Yassini. Goedemiddag. Fijn dat je er ook bent. Ja, ja. Ja, klopt het wat Geen Stijl naar buiten heeft gebracht, Marcel Geloof, dat er een bokaal wordt uitgeloofd aan degene die het hardst heeft meegewerkt aan mensen in beeld brengen die van een met een migrantenachtergrond bijvoorbeeld? Nee, als je het zo formuleert, klopt het niet. Ik denk dat het belangrijk is om te beginnen bij waarom wij diversiteitsbeleid hanteren dat we hebben. Als publieke omroep is het onze taak, onze wettelijke taak, vanuit de politiek, vanuit de Kamer zou je kunnen zeggen. Maar ook onze missie om in de breedte over de samenleving te berichten. Om een representatief beeld te geven van wat Nederland is, van wat er in Nederland gebeurt, wie er in Nederland wonen. Dat is een kerntaak. Dat is de kern van je journalistieke kwaliteit, dat je daarin slaagt. Ja, daar heeft niemand bezwaar tegen. Nee, maar de vraag is dan hoe je dat dan in de dagelijkse praktijk voor elkaar brengt. En daar waar we eigenlijk al jarenlang constateren dat we dat niet altijd afdoende in slagen als het gaat om representatief zijn. En dan gaat het om seksen, dan gaat het om geografie, dan gaat het ook om afkomst. Zijn we in de loop der jaren gaan nadenken over kunnen we daar manieren voor vinden om dat te verbeteren. En dat leidde tot de gedachte dat het goed zou zijn om heel gericht te gaan zoeken naar meer diverse bronnen. Naar meer mensen uit allerlei geledingen, uit allerlei plekken uit het land, vanuit allerlei organisaties. Die we benaderen als we met een onderwerp bezig zijn waar hun expertise bij de gebruiker zou kunnen zijn. Het gaat altijd om de inhoud, het gaat altijd om de expertise. Maar het gaat ook om een representatief beeld. Ja, maar niemand heeft daar bezwaar tegen en is ook helemaal geen ophef over. Maar het probleem is dat er dus een database zou zijn waarop dan te zien is wie is er heeft een migrantenachtergrond en wie niet. Ja. En dat je beloond wordt als je zo iemand aan het woord laat. Want dat leidt tot commentaar. Ja, dat is echt een veel te bondige samenvatting van wat het werkelijk is. Eerst nog maar even die bokaal, dan hebben we dat maar gehad. Dat is niet meer. Ja, want dat wordt echt veel te groot gemaakt. Dat is niet meer dan een dingetje. Ik noem het maar even zo. Dat iets met een knipoog wat op de redactie ontstaan is. Je zoekt op een grote redactie als wij zijn manieren om discussies over journalistieke kwaliteit, evaluaties, om die vorm te geven, zuurstof te geven, inspiratie te geven. En op de redactie werd bedacht, we discussiëren over wat voor beeld gebruiken we in uitzendingen, maar ook over hoe slagen we erin om representatief te zijn, want dat is een kern van onze taak, van onze opdracht, van onze missie, van wat we zijn en willen zijn. Het is een manier om met elkaar te praten over wat zijn nou hier onze best practices in geweest en hoe hebben we dat gedaan. Het is niet zo, zoals jij het net formuleerde, dat dan als je daar goed je best in gedaan hebt, dat je dan een prijs krijgt. Het is niet meer dan een methodiek om het daar met elkaar eens over te hebben. Het is een beker die iemand van huis meegebracht heeft en die ergens in een hoek staat. En dat is het dan. Maar is het een wisselbokaal trouwens? Ja, is wat je maar. Nee, maar je krijgt niet. Het is niet zo dat de NOS leeg loopt op die bokalen. Nee, het is een ding wat iemand thuis had staan en meegenomen heeft. En er zit een stickertje opgeplakt. Ja, ja. Nou, enzovoort. Meer dan dat is het niet. Wat eronder ligt, is natuurlijk veel belangrijker. Want je kan zeggen, het is goed dat de NOS probeert divers te zijn. Daar is niemand tegen. Maar de vraag is dan vervolgens wel hoe je er dan in slaagt om dat voor elkaar te brengen. En de jarenlange ervaring bij ons, en ik denk evengoed bij heel veel andere redacties, is dat in de praktijk dat heel erg moeilijk is als je daar niet heel gericht over nadenkt, over praat en soms ook keuzes om in maakt. Als je er niet heel gericht en heel bewust keuzes in maakt om soms naar scholen in het noorden of het oosten of het zuiden te gaan, dan ben je te veel in de Randstad. Als je vaststelt dat je beeld wat je laat zien, bijvoorbeeld uit de zorg, toch vooral
mannen zijn die artsen zijn en vrouwen zijn die verpleegkundigen zijn, terwijl het in de praktijk anders ligt, dan moet je heel concreet en daadwerkelijk investeren in het maken van een ander beeld wat een beter beeld van de werkelijkheid geeft. Goed, dat geldt ook. Dat geldt evenzeer voor wie er in Nederland wonen, wie dat zijn, precies, waar dus ze voor staan, als ik, wat hun waarden zijn, en als ik het goed begrijp, wat hun positie in de samenleving is. Als ik het goed begrijp, is er een soort van zelfkritiek en is er dus iets bedacht om iets te verbeteren waarvan je denkt dat zelfs een kerntaak is van de omroep. VVD-Kamerlid Zoher El Yassini heeft ook meegeluisterd. Wat is de reactie? Want op social media schreef u, ik krijg hier buikpijn van. Is de buikpijn over nu? Nee, de buikpijn is nog steeds even hevig. Misschien zelfs heviger. Want er wordt heel snel gestapt over het bokaal dingetje. Nogmaals, ik heb de NOS hoog staan. We weten in ieder geval als nieuwszender dat ze die wettelijke taak hebben, dat ze elke dag bezig zijn op de werkvloer om te kijken hoe ze objectief nieuws naar ons als mensen, Nederlanders in Nederland, kunnen brengen. Maar waar ik een beetje, wat meneer Geloof niet zich realiseert, is hoe het is overgekomen. Dit lijkt wel alsof een paar witte journalisten op safari gaan op zoek naar exotische diertjes om daarmee een trofee te winnen. Dat is in eerste instantie het beeld. Dus hij kan wel zeggen, het is een gebbetje. Nee, het is niet een karikatuur. Ik geef aan helemaal, hoe dit overkomt, niet alleen bij mij, dat herken maar ik wel. Een heel groot deel van mensen die dit hebben gelezen en hier een opinie over hebben, of in ieder geval zichzelf hebben uitgedrukt. Dit is het gevoel en het beeld wat is ontstaan. Wat de werkelijkheid is op de vloer, daar heb ik geen inzicht in, maar het is wel het beeld wat ik nu heb. En hij zegt ook, het is maar een dingetje. Ja, meneer Geloof zou ook moeten weten dat als het gaat om dingetjes, zo'n bokaaluitreiking is een symbool. Hoe klein je dat symbool ook zelf denkt te maken, het is en blijft een symbool. En als je hem wint op de redactievloer, dan weet ik zeker dat je allemaal appjes krijgt van wat gaaf, gefeliciteerd, doe het maar. En dat is statusverhogend. Waardoor je dus eigenlijk laat zien dat als je een nieuwsitem maakt wat je volstopt, eigenlijk met wat kunnen we extra aan, tussen aanhalingstekens, diversiteit ertussen proppen, dat het eigenlijk wordt beloond met een soort immateriële het schouderklopje, wat je goed laat voelen en je collega's inspireert om exact hetzelfde te doen. En dat is een glijbaan waar je vanaf gaat. De enige gaat alleen maar naar beneden toe. Dat het goed is dat meneer Geloof daarop reageert. Want dat is, het doet pijn. Dat is, dat snap ik wel. Dat heb ik ook helemaal niet ontkend. Ik heb alleen willen beschrijven waarom we doen wat we doen. Wat u zegt, staat daarnaast is wat anders. Ik zie zeker dat er mensen zijn die die dit raakt, die dit pijn doet, die dit pijnlijk vinden. En als het dat doet, dan moeten we stoppen met die bokaal. Ik zei ook al, we hebben hem al een paar maanden niet uit de kast gehaald. Dus dat is ook helemaal niet de bedoeling. Gaat u ermee stoppen? Ja, Mark en ik hebben soms dezelfde vraag. Ik hoorde gisteren zeggen van niet, hè? Ik bedoel, dat hij gewoon volgens mij gaat hij dat nu zeggen. Zijn ogen twinkelen. Ik heb het volgens mij al gezegd. Als je constateert dat er zoveel mensen zijn die daar die dat als een fout zien en niet begrijpen dat je dat doet, dan moet je ermee ophouden. Ja, en dan houden we ermee op. Omdat waar het om gaat, is die journalistieke kwaliteit. Ja, wacht, en maar dan heb ik een vraagje van meneer Geloof. Stopt u ermee omdat er mensen problemen mee hebben, of stopt u ermee omdat u zelf ziet dat dit misschien niet oké is? Want even terugkomend op dat stuk diversiteit. Nee, laten we even een antwoord geven op die fantastische vraag. Maar ik wil daarnaast ook nog verder praten over diversiteit. Want daar schort maar ik vind het een goede vraag. Dus ik wil daar wel graag antwoord op. Nou, ik denk dat wat je als redactie week in, week uit, dag in, dag uit, waar je mee bezig bent, als het gaat om representativiteit, dat een heel moeilijk proces is. Waar je met vallen opstaan, met de fouten die je maakt, waar je elke dag van leert in hoe je op weg bent om een beter journalistiek product te maken. En daar maak je fouten aan in. En daar doe je misschien dingen vandaag die je gisteren anders gedaan hebt. Dat hoort erbij. Dat is een heel, zeg maar, een heel normaal iets in een gezonde organisatie. Dat je in zelfreflectie met de buitenwereld, met wie dan ook, voortdurend kijkt naar wat je bent en zegt van god, dit hadden we beter anders kunnen doen. Dit past niet. Dit kwetst mensen. Hier kunnen we beter mee stoppen. Dit past de bel bij vorig jaar, maar niet bij dit jaar. Het is niet een stilstaand moment. Nee, maar ik heb nog een ander bezwaar dan het diversiteitsbezwaar. Gewoon een journalistiek bezwaar. Als journalist, hè, je bent hoofdredacteur van de NOS, wil je toch het beste verhaal met de beste bronnen? Als die bronnen niet per se divers zijn, kan het verhaal nog steeds fantastisch zijn. Dus jullie hebben een divi-base, dat vind ik een veel gevaarlijker variant. Dat je dus iedereen in categorieën plaatst van die hoort daarbij, die hoort. Nieuws is toch nieuws? Jazeker, het uitgangspunt van wat wij doen, zoals u het formuleert, is niet correct.
Het begint bij de inhoud. Het begint bij het onderwerp. Het begint altijd bij het onderwerp dat we willen vertellen en de journalistieke research die we willen doen. Het begint altijd bij de expertise van de mensen en niet de mensen zelf. Maar dat laat onverlet dat het bij je opdracht hoort om niet altijd dezelfde bronnen aan het woord te laten, maar je echt je best te doen om daar breedte in te zoeken. Daar gaat het om. Het begint natuurlijk bij het onderwerp en het nieuws. En het beste onderwerp moet het uiteindelijk worden. Daar gaat het altijd om. Maar je kan nu een prijs winnen als je een bron vindt die uit de Divibase komt. Hè? Want dat is de jury van de bokaal. Ja, dus je zou kunnen zeggen... Ja, het is een discussie met een kop koffie erbij. Je krijgt... Ja, maar je begrijpt het, of ik begrijp de pijn wel, zeker. Ja, dat zei ik ook. Dat heb ik net gezegd. Dat ik dat ook vind. Ja, maar dat is al duidelijk. Ik ga in tegen wat u formuleert over waarom we doen wat we doen en hoe we dat doen. Nogmaals, het gaat altijd om de journalistiek. Het gaat altijd om de inhoud. Maar als je in de discussie over corona altijd dezelfde twee virologen aan het woord laat, dan rijst de vraag of er niet hele andere meningen ook over corona zijn. Of er niet ook een Marokkaanse viroloog is. En dat geldt voor elk onderwerp. En dat geldt voor waar in Nederland je onderwerpen maakt. Hè, in welke provincie. Dat hebben we wel eens onderzocht. En dan bleek dat we veel meer in sommige provincies waren dan in andere. Dus zijn we maar dat ligt niet zo gevoelig, blijkbaar. Zo maar daar gaat het niet om. Ja, het gaat niet om of het gevoelig even ligt. Het gaat erom waarom we proberen om daar op andere manieren mee om te gaan dan we vroeger deden. Waarom we proberen om daadwerkelijk te investeren in diverser zijn. Maar wacht even. Ik wil even naar Zahir Al-Yazini. Ik denk dat we allemaal kunnen instemmen dat als de NOS verhalen maakt, dat ze haar verhalen willen maken over heel Nederland, in heel Nederland. He, het is een met heel Nederland. Met heel Nederland. Prachtige aanvulling. Maar over met heel Nederland gesproken, de vraag is ook wat de motivatie is met heel Nederland. Want de viroloog waar we het net over hadden was een goed voorbeeld. Zo dan twee virologen die bij wijze van spreken blank zijn, die altijd op televisie komen en je wilt dan wat anders. Waar ga je daar nou op zoek? Ga je daar nou op zoek naar een ander verhaal en inzicht en perspectief? Of ga je op zoek naar een ander kleurtje? En dat is mijn vraag. Want dat is wat ik constant weer zie. Het wordt gedaan alsof de afkomst representatief is van een verschillende of andere mening. Ik kan u wel vertellen... Nee, een afkomst, ja, niet door ons. Door ons wordt dat niet gedaan. Nee, maar waarom zou je dan hoe zou als het moeten nieuwszender... Zijn? Ja? Je zou moeten kijken naar wat de andere perspectieven zijn. Wat de andere waarden zijn. Wat de andere levenshoudingen zijn. Kijken naar hoe iemand in elkaar steekt. En dan maakt het echt niet meer uit wiens iemands afkomst is, want je kan een blanke persoon in een achterstandswijk interviewen, dan krijg je een heel ander verhaal dan iemand uit Wassenaar. Maar dat geldt hetzelfde voor iemand met een Marokkaanse origine. Als je iemand in een achterstandswijk vragen stelt over zijn leven, dan krijg je hele andere antwoorden dan een Nederlander met Marokkaanse afkomst die een tuin heeft van een paar vierkante kilometer, bij wijze van spreken. Dat zijn totaal verschillende verhalen, want het zijn totaal andere levens. En wat ik het gevoel heb, is in plaats van dat we gaan kijken naar individuen, en daar heeft Arno Grunberg nog op 4 mei wat over gezegd, gaan we kijken naar welke groep pas je. En dan gaan we op basis daarvan dan bepalen, dat is dan op een gegeven moment diversiteit. Dat is geen diversiteit. Ja, maar dat is labelen op basis van afkomst en etniciteit. Ja, en het zegt niks over de mindset van een persoon die je op dat moment interviewt. Ja, u negeert de kern van het uitgangspunt wat ik probeer neer te zetten, namelijk dat het begint bij het verhaal en het begint bij het onderwerp. Het begint niet bij etniciteit. Het begint bij het nieuws en hoe je dat nieuws wil maken. Maar uit de uitslagen van de bokaal is wel allemaal etniciteit. Ik zie niet geweldig verhaal in Drenthe, hè, in Peizen waar dan iets gebeurt. Daar krijg je geen prijzen voor. Ik heb ook een screenshot gezien bokaal. Er is een vrouw in de mannenwereld die ook nog eens een migratieafkomst heeft. En ze kan ook nog heel vlot praten. Toen ik dat las, en dat is een screenshot, en ik hou het even in het midden of dat nou gewoon dat weet je tegenwoordig niet meer. Maar ik ga er even vanuit dat wat ik zie, dat in ieder geval de originele communicatie is. Daar schrik ik van. Als ik dan zeg, en ze heeft een migratieachtergrond en ze kan ook nog leuk praten. Maar daar gaat het niet om. Iemand die niet goed in staat is om zich uit te drukken in een talkshow, in een radioprogramma, in een televisieprogramma. Misschien moet je die niet in dit programma zetten, omdat dat niet helpt om de inhoud voor het voetlicht te brengen. Daar gaat het natuurlijk om. Dat is hoe je daarnaar kijkt. Mag ik een ander voorbeeld noemen? De discussie over mannen en vrouwen in topfuncties. Het Old Boys Network. Wat jaar na jaar na jaar vinden veel mensen onvoldoende wet doorbroken. Er zijn mensen die zeggen, creëer een quota. Pas dan verander je dat. Er zijn mensen die zeggen, dat is het slechtste wat je zou kunnen doen. Want je zou moeten kiezen uit kwalificaties, uit expertise. Ja, mooie vergelijking. Beide benaderingen bestaan naast elkaar. Mm. En die benaderingen besluiten elkaar uit. En beide benaderingen kunnen leiden tot
ja, misschien tot een evenwichtiger groep van mensen die leiding geven aan bedrijven. Ik denk dat het erom gaat dat het er niet één antwoord is, dat er niet één weg is. Maar wat ik wel echt heel erg cruciaal vind, is dat, dat het bij ons altijd om de inhoud gaat en altijd bij de inhoud begint en dus ook bij de expertise en de inhoud begint van degene die we benaderen om in onderwerp A of B iets te zeggen over wat er in, op die dag in dat onderwerp relevant is. Dat is altijd de kern, dat is altijd waar het begint. Dus als u zegt, het begint bij etniciteit, dat is toch een beetje wat ik, hoe ik dan maar samenvat wat u zegt. Het begint met het journalistieke verhaal. Dat het is begint heel met de database, want ik